Een felle brand zaterdagavond in de reformatorische dominee Fraanje school in Barneveld, die heeft forse schade veroorzaakt. Directeur Gijs Nieuwenhuis hier rechts, die maakt drukke tijden mee. Hij overlegt met allerlei mensen, bijvoorbeeld met zijn personeelsleden. Heel veel nevenschade, vooral door de hitte, waardoor veel dingen gesmolten zijn. Nou, je ziet hier in deze hal al heel veel lampenkappen, ontruimingsarmaturen die gewoon totaal versmolten zijn. En ook achter de plafonds zijn ook bedradingen versmolten, want we hebben op verschillende plaatsen kortsluiting en allerlei dingen kloppen niet meer. Ja, alles in het middengebied van de school is allemaal vervuild. In de klassen, de roet en de rook is overal doorgedrongen. En dat moet allemaal schoongemaakt worden. Daar zijn ze op dit moment al mee bezig door een of andere gespecialiseerd bedrijf om daar een begin mee te maken. U schakelt ook ouders in? Ja, er zijn dus nog een aantal lokalen die dus helemaal in de buitenranden liggen, die nauwelijks of heel licht vervuild zijn. En we gaan proberen om vanavond en morgenavond om er ouders in te schakelen om dat schoon te maken, zodat die lokalen gebruikt kunnen worden. Ja, de orgels in het middengebied zijn heel vaak onbruikbaar gemaakt. Sommige gaan ze nog een poging doen om dat schoon te maken, maar de elektronica is erg gevoelig voor het roet, dus het is maar de vraag of dat lukt. Nu zijn er ook een aantal klassenfoto's zeer beschadigd geraakt. Valt er nog wat van te maken? Van de foto's die hier zijn, waarschijnlijk niet zoveel meer. Onze hoop is misschien nog wat gericht op de schoolfotograaf met wie we al jarenlang werken. Of zij in hun archieven nog iets hebben waardoor ze nieuwe afdrukken kunnen maken. Maar dat gaat nooit zoveel jaren terug als hier foto's hingen. Nu lijkt het erop dat brand is aangestoken. Dat moet voor u wel een bittere pil zijn. Zeker. Door een onbedachte daad, mogelijk door vandalisme en met zulke grote gevolgen, dat is echt heel erg naar. Dat schoonmaakwerk dat kost echt nog wel een aantal weken. We gaan natuurlijk op de zomervakantie aan. Aan de buitenkant hopen we dat we van de week weer in de klaslokalen kunnen en met een tijdelijke oplossing en het tot de zomervakantie te kunnen redden. En we hopen dat we aan het eind van de zomervakantie weer hier les kunnen geven. Ook veel boeken in de aula die zijn bedekt met een laagje roet. En dat spijt ook docenten Kooijman. U staat met boeken in de hand, hè? Ik sta met boeken in de hand. Ja, en wat doet u met de boeken? Nou, dat is een heel verhaal. Een meneer van de gereformeerde gemeente in Ede heeft die boeken hier neergezet. Hij verkoopt ze voor de kerk. En ik had vrijdag mijn keuze al gemaakt. De kinderbijbels van Vreugde heel in goede staat. En nu denk ik, als ze weggegooid worden, zou jammer zijn. Dus ik heb met mijn collega overlegd, ik koop ze, dan hebben we ze vast. Dus we zitten zo te kijken, ja, wat kan er gered worden, wat niet. De brand heeft Eline Kooijman aangegrepen. Dat vind je vreselijk, dat vind je afschuwelijk. Dat geeft heel veel emoties. Hier is ons werkterrein, hier horen we en hier voelen we ons thuis. Dat is gewoon heel erg. En dan denk je aan de kinderen, dan denk je van, hoe erg vinden ze het? Ik belde vanmorgen mijn moeder op. Te zeggen dat de kinderen niet naar school moesten. En haar dochter was echt heel erg geschrokken. Oh, de spullen in mijn kastje, juf. En ik had nog juist mijn nieuwe gum meegenomen. Dat is voor kinderen heel erg. Ik